Beste ouder, u kan uw kind opvolgen via ons online platform Schoolware. Dit kan u doen met de app op uw smartphone of via de webversie op uw computer. Het gebruik van de app verduidelijken we op het einde van deze video. Om gebruik te maken van de webversie op de computer, opent u een webbrowser en surft u vervolgens naar kov.schoolware.be. Vervolgens kiest u voor Ouders. Indien dit de eerste keer is dat u Schoolware gebruikt, maakt u eerst een account aan door op Nog geen gebruiker te klikken. Indien u wel al Schoolware heeft, kan u deze video doorspoelen naar dit tijdstip. Vul de nodige gegevens in. Alles waar een sterretje bij staat is verplicht. Let erop dat u bij het e-mailadres het adres invult dat u heeft doorgegeven aan de school tijdens het inschrijven van uw kind. Kies ook een sterk wachtwoord. Dit bestaat best minstens uit 8 tekens en een variëteit aan hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen. Kies bij rol voor de optie moeder of vader. Dit zijn de enige rollen die een digitale afspraak kunnen maken voor het oudercontact. Kiest u een andere rol, dan zal u niet digitaal een afspraak kunnen maken. De koppelcode heeft u ontvangen via e-mail. Controleer ook zeker uw spamfolder indien u deze e-mail niet terugvindt. Lukt het nog steeds niet om de koppelcode te vinden of werkt deze niet, dan kan u een e-mail sturen naar het volgende adres voor hulp. Vul tenslotte de geboortedatum van uw kind in en aanvaard de voorwaarden van het privacybeleid. Klik vervolgens op Account aanmaken. U krijgt nu een e-mail met daarin een link om uw account te activeren. Log vervolgens in met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord. Op de voorpagina kan u links uw kind aanduiden. Indien u meerdere kinderen heeft, kan u deze toevoegen via Kind toevoegen. Hier zal u de unieke koppelcode voor dit kind moeten invoeren. Wanneer u een kind aanduidt, krijgt u verschillende opties om hen of haar op te volgen. Zo kan u de algemene berichten van de school bekijken. Via deze weg communiceert de school belangrijke schoolalgemene informatie. Bij het agendaoverzicht kan u de lesonderwerpen, maar ook toetsen en taken opvolgen. Toetsen worden aangeduid in het rood, taken in het oranje. Om een gestructureerd overzicht van de komende toetsen en taken te bekijken, klikt u op Te doen. Bij leerlingenevaluaties ziet u de punten van toetsen en taken. Om het beste overzicht van de evaluaties doorheen het jaar te bereiken, kiest u bij sortering voor vakken, bij de periode voor schooljaar en bij vak voor alle vakken. Onder het stukje Rapport krijgt u een overzicht van alle rapporten die uw kind reeds heeft ontvangen. Kijk hier goed naar de titel om te weten over welk rapport het gaat. Het onderdeel Interventies bevat alle feedback specifiek voor uw kind. Dit kan gaan over remedieringen, gesprekken met de leerkrachten of opmerkingen over gedrag of in orde zijn. Via oudercontact kan u tijdens de oudercontactperiode online een afspraak maken. Bij rekeningen vindt u een overzicht van uw betaalde en openstaande schoolrekeningen terug. U kan ook de afwezigheden van uw zoon of dochter opvolgen. Bij de leerlingenfiche kan u de gegevens bekijken die de school over uw kind en uw gezin heeft opgevraagd. Klopt er iets niet aan deze gegevens, dan kan u dit altijd doorgeven aan de school. Vervolgens kan u ook de klas van uw kind bekijken of zijn of haar lerarenteam. Ten slotte vindt u onderaan een overzicht van de schoolloopbaan van uw zoon of dochter. U kan uw eigen account bewerken door op uw naam te klikken. Hier kan u bijvoorbeeld indien nodig uw wachtwoord wijzigen of andere persoonlijke gegevens aanpassen. Afmelden doet u door op de pijl onderaan te klikken. Voor de eerste keer installeren van de app hebt u zowel de webversie van Schoolware op uw computer nodig als ook uw smartphone. Installeer de Schoolware-app via de Google Play Store of de App Store. Open ook de webversie van Schoolware en log in. Terwijl u de app installeert, kan u op de voorpagina van de webversie op de computer links onderaan op App Connectie klikken. U krijgt een QR-code te zien. Zodra de app is geïnstalleerd, opent u deze en kiest u onderaan voor QR-code scannen. Scan de QR-code die u op de webversie heeft geopend. Vul uw wachtwoord van uw Schoolware-account in en klik vervolgens op Bewaren. Nu kan u gebruik maken van de app die dezelfde functionaliteiten heeft die eerder werden uitgelegd in deze video. Indien het scannen van de QR-code niet werkt, kan u deze gegevens ook handmatig invullen. Geef deze connectie zelf een naam. Wij hebben hier voor de link gekozen. U mag dit overnemen, u mag zelf ook een naam kiezen. De serverlocatie moet u echter exact overnemen. Kies voor aanmelden met Schoolware. De gebruikersnaam is uw e-mailadres en het wachtwoord heeft u eerder zelf gekozen. Klik vervolgens op Bewaren. Nu kan u aan de slag met Schoolware. Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Wij wensen zowel u als uw zoon of dochter een aangename periode toe bij ons op school.